Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik zit hier vandaag bij ons prachtige caravanbedrijf. Vandaag de Detlefs Globetrail 46, 90 jaar editie. Daar staat hij. Ik ga hem jullie vandaag helemaal laten zien. We beginnen met de buitenkant en daarna de binnenkant. Kom mee, ik heb er veel zin in. De camper is aan de buitenkant prachtig. Kijk daar, de 16 inch lichtmetalen velgen in een mooie black uitvoering, heel erg mooi. Deze rode lijn loopt helemaal over de zijkant heen. Rood is echt een Detlefs kleur, super moderne kleur is dat. Dit is de witte uitvoering aan de buitenkant. Kijkt u maar eens. Er zitten ook kaderramen op. Die kaderramen zijn heel erg prettig schoon te maken, maar dat is ook heel prettig als u gaat rijden met de buscamper. Want dan hoort u niet dat windgeruis als u in de auto zit. Nog zo'n mooie aluminium vellen, prachtig is dat. Hier vult u de schoon watertank. Kijk de camper ook eens aan de achterkant. Daar gaan ze weer door met die prachtige kaderramen. Detlefs ook mooi in het rood. Derde remlicht. En die deuren zijn wel heel bijzonder. Die kunnen helemaal open. Dan kunt u werkbaar alle spullen meenemen die u wilt. Dus deze knop indruk. Dan ga ik de deur nog verder open doen. Dat zal ik aan de andere kant ook doen. Kijk, dan drukt u op deze knop en dan kunt u die deur helemaal openmaken. Dit bed kan helemaal omhoog worden gedaan. Dat ga ik u zo voordoen. En dan kunt u allemaal spullen hier neerzetten. U kunt dus heel erg veel meenemen. Er zitten ook allemaal vastzetogen hier in de binnenkant. Erg handig is dat. Ik laat het zo aan u zien hoe u dat bed omhoog doet. Voor nu doe ik de deuren dicht. En dan ga ik de andere zijkant van de buscamper aan u laten zien. Kijk dan wat mooi. Hier is de toiletruim. Weer zo'n kaderraam. Hebben ze overal bij de camper gedaan. Ziet er gewoon erg sportief ook uit. U hoeft de deur niet per se meer open te maken als u wilt tanken. Hier zit een 90 liter brandstoftank. AdBlue kunt u ook toevoegen aan al de nieuwste milieunormen is gedacht. En dan gaan we de buscamper nog even aan de voorkant bekijken. Wat heel bijzonder aan dit is, is dat het een Fiat 8 is. Met een 9 traps automaat. Hij is bijna niet meer aan te komen in de tegenwoordige tijd van nu. Maar wij bij Meerbeek hebben er gewoon wel eentje staan. Als u die wilt hebben, kan dat. Ga dan naar www.meerbeek.nl. Ik heb u nu de buitenkant laten zien. Ik ga u nu de binnenkant laten zien. Kom met mij mee. Komt u maar naar binnen toe. Ik maak de grote schuifdeur open. Die bedient heel soepel. Dan hebben we hier een hele grote horder. Erg gezellig ook. Is dat voort en dicht. U kunt dan de luifel helemaal uitdraaien, dan kunt u lekker in de schaduw zitten. Maar als het dan wat donker wordt, heeft u door dat voortent licht heel erg gezellig sfeervol licht. Laten we beginnen bij de cabine. Bijrijdersstoel met armleunen, ideaal is dat. Die stoel kunt u helemaal heen en weer draaien. Je kunt hem ook nog in hoogte en laagte verstellen. Hier zit de tafel. Die tafel kunt u nog veel groter maken. Dan doe ik deze knop hier naar beneden. Kijk, daar komt hij al. Er zijn ook verschillende standen. Je kunt de tafel op deze manier zetten, recht zo en op deze manier. Dan kan hier de bestuurdersstoel ook nog worden gedraaid. Dan heeft u dus plek voor 1, 2, 3, 4 personen. Om even lekker wat te gaan eten bijvoorbeeld. De tafel schuiven we weer helemaal terug. Zo. Gaat heel makkelijk allemaal. En dan laat ik u de cabine zien. Komt u maar. De Fiat cabine, die stoelen die zitten heel erg stevig. De 9 traps automaat. Wij van Meerbeek maken hier vaak ook nog wel een navigatiesysteem in. Meestal als u tot de aankoop van zo'n camper komt, neemt u dat er wel bij. En daar zit dan alles in qua multimedia, Apple CarPlay, Android Auto. Waar u maar aan kunt denken. Remi's cassette. Dan kunt u de cabine helemaal verduisteren. Voor de avonduren, als u lekker gaat slapen bijvoorbeeld. En we gaan nu het woongedeelte bekijken. Dit is gelijk wel heel mooi, wat hier zit. Dit is de compressorkoelkast. Ik zal hem open doen voor u. Er zit ook een vriesvak in. Die is heel slim geplaatst, want u hoeft niet per se de buscamper te betreden om een lekker koel drankje of wat koels te pakken. Aan de zijkant de badkamer. Heel ideaal. Die zit mooi aan de zijkant, dus het looppad is gewoon nog lekker vrij. U heeft echt heel veel ruimte in deze buscamper.
hoe ze dat hebben kunnen maken bij deadlifts is echt heel bijzonder. En hier het toilet. Dit toiletpot is ook nog draaibaar. En hier, u denkt wasbak, maar het is gewoon een douche. En wat wel heel leuk is, is dat ze hier een raampje hebben geplaatst. U kunt de douche dus ook door het raampje heen doen. En dan heeft u er buiten ook profijt van. Ik doe hem weer terug. En een mooie schuifdeur. Of roldeur. Normaal heb je natuurlijk een deur die open en dicht gaat. Op die manier. Maar dan houdt u bijna geen ruimte meer over. Maar hier hebben ze een roldeur geplaatst. Heel slim dus. Dan krijgen we de keuken. Met een heel groot stuk extra aflegruimte. Twee pit gasfornuis, zoals u ziet. Spoelbak met warm en koud water. Want er zit ook een heel geavanceerd boilersysteem in deze buscamper. En daar zit hier de bediening van, de Truma Combi. U kunt het water op 60 graden verwarmen, 40 graden. Hier zit ook de kachel. Het vlammetje is de kachel. En de kachel met 60 graden, dat is het warm water verwarmen en de kachel aanzetten. Dat leggen wij u graag uit een keer bij Meer Bekerpens als u zo'n camper aanschaft. Dan leggen wij alles wat erop en aan zit uit aan u. Dit kastje zal ik even openmaken. Wat wel leuk is, is dat hier allemaal indirecte verlichting zit. Dus u ziet heel erg goed wat er in die kastjes zit. Zo, hier hebben we het grote bed. Dat is ook wel ideaal. Ik ben zelf 1,95 meter en ik pas er gewoon heel erg goed in dit bed. Ligt ideaal, ook nog heel veel ruimte naast mij. Heel veel leuke lichtspotjes ook. Je kunt het er zo uitdraaien en die kunt je dan overal op de rail verplaatsen waar u maar wilt. Als u in de avond natuurlijk een lekker boek wil lezen, dan moet u daar wel goed licht bij hebben. Hier ook nog veel kastjes. Hier een normaal hinkje dakluik. Aan de andere kant van de camper zit een heel groot dakluik, dus ook heel erg veel natuurlijk een lichtinval mogelijk. En dan ga ik de cameraman vragen om naar buiten te gaan. Want dan ga ik hier aan de binnenkant ga ik de boel verbouwen. Laat ik u zo dadelijk zien hoeveel ruimte er ontstaat als we die bedden omhoog doen. Tot zo. Zo, ik heb de bedden even omhoog gehaald. Dat gaat heel erg gemakkelijk. Dat heeft u heel erg snel gedaan. Ik zal de deuren open doen. En hier in het midden zit ook nog een hele mooie kast. Die kan ik helemaal openmaken. En dan kunt u ook nog van alles in neerzetten. Deze kast kunt u er ook heel gemakkelijk helemaal uitdraaien. Door deze zwarte draaiers af te halen zijn er vier en dan haalt u die kast er zo uit. Dan heeft u dus een heel groot ruimtegedeelte hier. Dan kunt u spanbanden meenemen. Dan kunt u hier bijvoorbeeld een fiets of wat u maar wilt erin mee vervoeren. Erg praktisch gemaakt door Deadlifts. Heel erg mooi. Maar wat kost zo'n buscamper nou? Gaan we bekijken. Hier staan alle details op en op dit moment kost deze buscamper bij Meerbeek Caravans & Campers €89.495. U krijgt dan een korting op deze hele totale uitvoering van €7.255. Ideaal, Meerbeek staat voor vakantiegeluk, Deadlifts en Fiat ook. Bekijk deze buscamper op www.meerbeek.nl. Maar het is nog leuker als u bij ons in Doetinchem op bezoek komt. Dan doen we dit graag aan u voor en wij willen u gelukkig maken met een hele leuke vakantie met zo'n buscamper. U bent van harte welkom.